Ik ben Xavier van Zeebroek, CEO van de firma Aliplast Aluminium Systems uit Lokeren. Wij zijn gespecialiseerd in het produceren van aluminium buitenschijnwerk. Duurzaamheid zit eigenlijk in ons DNA. Daarom de investering die we gedaan hebben in alternatieve energieën. Ik ben Dien van der Aamdonk, projectontwikkelaar bij ENGIE. Wij bieden een derde partij financiering aan voor zonnepaneelinstallaties bij industriële klanten. Ik ben Stefan van der Wallen, projectmanager bij ENGIE Fabricom. En ik heb de coördinerende rol bij de realisatie hier op mij genomen. We hebben de opdracht gekregen om 3648 zonnepanelen te plaatsen. Op een korte termijn. Een korte termijn wil zeggen op 6 weken tijd hebben we dit project gerealiseerd. ENGIE wil echt inzetten op de vergroening en de zero carbon transitie. Waardoor we willen gaan helpen om bedrijven groener te gaan maken. Wij doen zorg voor de klant. Wij doen de financiering van het project. Ook de bouw, design, onderhoud en monitoring. Zodanig dat eigenlijk de klant zich kan blijven focussen op zijn kernactiviteit. Voor de installatie van de zonnepanelen hadden we eigenlijk geen alternatieve energie. Daarom ook de beslissing om die zonnepanelen te installeren. Waardoor dat we nu toch een 10-12% van onze energiebevoorrading zelf produceren, hier op onze site. De 3648 zonnepanelen zorgen voor een totaalvermogen van 1132 kilowattpiek. Dat komt overeen met een 220-tal particuliere huisinstallaties. Deze installatie zorgt ervoor dat zij 500 ton aan CO2 uitsparen op jaarbasis. Aliplast wil het echt gaan vergroenen en wil daar zelf nog een stapje verder in gaan. Daarvoor gaan we eigenlijk ook 4 laadpunten voorzien voor elektrische wagens, die dat dan eigenlijk gevoed gaan kunnen worden met stroom van de zonnepanelen. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven om zoveel mogelijk om te schakelen naar alternatieve energieën. In de toekomst zullen we nog verder gaan, streven naar carbon-free. En daar denk ik dat ENGIE ook wel een zeer goede partner voor is.